Wij zijn van Dance for Life. We hebben net op de grond geslagen, de beurs geopend ter ere van Wereld Aidsdag op 1 december morgen. Dan hebben we een enorm groot feest met duizenden kinderen wereldwijd. 3000 kinderen in Ahoy, maar in 15 landen over de hele wereld vieren we feest. Omdat we met heel veel jongeren een verschil hebben gemaakt in het bestrijden van HIV en AIDS. En dat zijn allemaal Agents for Change en die gaan morgen feesten om het resultaat wat ze behaald hebben met elkaar te delen. En zo gaat dat er ongeveer uitzien. 3, 2, 1. Zet je in voor Dance for Life. Vandaag is het Wereld Aidsdag en deze 5000 kruisen staan hier als symbool voor de miljoenen Afrikanen die zullen sterven aan aids als ze geen behandeling krijgen. Laten die kruisen niet werkelijkheid worden voor de mensen in Afrika en laten we met z'n allen voorkomen dat dat gebeurt. Ik geloof dat het in 1987 was dat besloten werd dat 1 december de dag moest zijn waarop we stil zouden staan bij de ziekte HIV en AIDS. Toen was het nog een dodelijke ziekte en toen kwam ook het besef dat het niet alleen iets was in het Westen voor homoseksuele mannen, maar dat het een ziekte was die vooral in Afrika en ook toen ook op grote schaal in Azië, met name de werkende bevolking aan het uitschakelen was. Maar ook in Nederland zijn er ruim 21.000 mensen HIV geïnfecteerd en Pauline is er één van. Ik ben Pauline, ik ben 35 jaar en ik ben sinds 3 jaar HIV geïnfecteerd. Ik ben door mijn ex-vriend besmet geraakt, terwijl hij niet wist dat hij zelf drager was van het HIV-virus. Ja, mijn wereld stortte toch wel in. Het was echt zo'n shock. Ik had nooit gedacht dat het mij zou kunnen overkomen. En dan gaan er wel allemaal flitsen door je heen van ja jeetje, ga ik nou dood? En als ik nog wel lang blijf leven, hoe wordt de invulling daarvan? Kan ik nog kinderen krijgen? Hoe zal mijn gezondheid snel achteruit gaan? Hoe gaan andere mensen hierop reageren? Hoe ga ik het hun vertellen? Gelukkig behandelen mensen me gewoon nog wel zoals de Pauline die ik ben. En heb ik eigenlijk alleen maar hele positieve reacties gehad omdat ik zelf zo open ben over mijn HIV-status. Ik heb best wel eens nare reacties ook van mensen gehad, maar die krijg je niet zo direct op je af. Toch gaat dat weer een beetje achter je rug om. Het is eigenlijk te pijnlijk om dat te verwoorden. Het is echt van zulk laag niveau dat je gewoon voor aids-hoer of weet ik veel wat wordt uitgemaakt. Maar dat zegt meer over de mensen die zulke reacties geven. Maar ik sta wel versteld van de onwetendheid van een hoop mensen. Dat mensen toch nog denken dat je HIV kan oplopen via speeksel of zoenen of wat dan ook. En dat is toch allemaal al erg achterhaald. Mensen moeten toch wel realiseren dat ongelukjes in een kleine hoek zitten. En wat mij is overkomen, dat kan echt een ieder overkomen.